Maka is toegekomen. Hij komt van de zoo van Duisburg. Het is een echte avonturier. Ze hadden ons al verwittigd dat hij heel ver kon springen, maar we hadden het toch een beetje onderschat. De eerste dagen vonden we hem 's morgens terug in de plantenbakken. Alinga leek in het begin wel heel erg geïnteresseerd. Ze hadden elkaar voortdurend in het oog. En overdag zijn die heel rustig. Zitten ze samen een aantal bomen van elkaar, wat we naar elkaar kijken, wat samen eten. Maar 's nachts blijken ze toch wel heel actief te zijn. De bedoeling is natuurlijk ook dat ze in de toekomst gaan paren. Maar ik denk dat het momenteel nog een beetje aftasten en verkennen is. Het zijn alle twee nog jonge dieren. Dus voor hen is het ook allemaal nog nieuw. Dus ze zijn in ieder geval al geïnteresseerd in elkaar.